Hoi, ik ben Chia en vandaag gaan we een pennenbakje maken. Welkom nogmaals bij Chia.com. Nou, dit is eigenlijk een pennenbakje die ik al heb gemaakt. Dit is natuurlijk heel leuk voor Moederdag. En natuurlijk voor Vaderdag. Maar vaders houden er ook niet zo van. Ik heb hem heel mooi versierd. En mooi gemaakt natuurlijk. Ik kan het hier mooi versieren, maar dat had ik geen tijd voor. Dit had hem... zusje en mijn nichtje, zo die en ik gemaakt. Nou, ik ga nu zeggen wat je voor het pennenbakje nodig hebt. Wat je nodig hebt is 2 wc-rollen die lekker leeg zijn. Je kan er ook 1 gebruiken, maar heb je alleen maar 2 van zulke kleintjes. En ik heb hiervoor maar 2 wc-rollen gebruikt. Nou, als je dan nog hebt, 2 wc-rollen. Een schaar, knutselschaar. 2 blaadjes in 2 verschillende kleuren. Even, maar ik ben even iets vergeten. Ja. Dan. Ja, ben ik er. Wat je nodig hebt, is het ook erbij plakstift. Een plakstiftje gewoon. En je kan ook. En je hebt stiften nodig. Stiften. Want met kleurpotlood kan je hierop niet werken. Dus dat gaat makkelijker dan met stiften. Ik heb heel veel stiften. Eerlijk gezegd. Sorry. Ik heb echt heel veel stiften. Sorry. Ik heb stiften. Gewoon lekker bij de Intertoys gekocht. Is een heel set. Met gummen en alles. Kleurpotloden. Stiften. Dus koop die ook maar ook. Gewoon lekker goedkoop. Sorry. Zo. Waarmee je eerst begint. Je pakt een wc-rol. Een wc-rol. Sorry, ik pak de andere. Pakt 1 wc-rol. En die kneep je door het midden. Dus door het midden. Midden, midden. Maakt niet uit of het ongelijk is. Dat zijn juist leuker. Beetje moeilijk. Maar zet je kracht in. Zo. Dan heb je er nu 2. En dit worden de 2 kleintjes. Kijk, dat zie je ook hier. Worden er 2 kleintjes. Deze heeft mijn nichtje gedaan en deze heb ik gedaan en deze heb ik nichtje gedaan. Dus 2 klaartjes aan de voorkant. En deze grote komt hier. Oké. Okay. Oh ja, en wat je ook nodig hebt is een potlood. Een mooi potlood. Dat zien we er ook gewoon bij. Oké, okay, dan pak je nu een papier. En daarvoor gaan wij dan de... rondjes maken. Je kan eigenlijk alle vormpjes die je wil verzinnen. Ja, ik ga dit keer geen rondje maken, maar ik ga een leuk hart maken. Ik ben een meisje, dus ik ga van de rondjes. Oké, okay, dat ga ik even maken. Een beetje een groot hart. Zo, ik heb het hart al met een potlood erop getekend. En dan ga ik het hart... En nu ga ik het hart ga ik nu uitknippen.
hark uitknippen. Mooie hark. Zo, knip ik het even uit. Maar ik kan natuurlijk alle vormpjes maken die je maar wilt. Sorry. Zo. Zo. Dan heb ik het mooie hark uitgeknipt. Nou pak ik het hark op het papier. Zo. Wordt het dan mooi. Zo, dan pak ik het. Precies in het midden. Smeer je wat op de achterkant van het. Je kan ook knutsellijm gebruiken, maar ik kan ook een plakstift gebruiken, maar ik gebruik liever een plakstift, omdat als je dan er overheen gaat, dan hoeft het niet uit te drogen, want plakstift is nooit uit te drogen. En dan kwelt het niet en zo, en dan heb ik allemaal aan de zijkantjes al van die dingetjes. Maar ik kan het ook gebruiken hoor. Maar ik vind het niet zo fijn. Dus ik gebruik maar mijn super plakstift. Zo, goed de randjes, natuurlijk, want de randjes is het belangrijkste. Zo, dan heb ik hem ingesmeerd met volle lijm. Ga ik hem nu mooi erop plakken. Zo, heb ik het er mooi opgeplakt. Zien jullie dat? Mooi opgeplakt. Wat je nou gaat doen, je gaat alle drie wc-rolletjes, ga je nu lekker versieren. Mooi versieren, dat duurt nog wel even wat voor mij. Ik ga hem gewoon kronkelig maken, omdat jullie naar me kijken. Ga ik er maar wat op maken. Het leukste is als hij helemaal ingekleurd is. Maar dat doe ik nu maar even niet, want ik moet natuurlijk verder gaan. Met jullie. Doe het alsjeblieft met stift, want mijn kleurbeloof pakt het echt niet. Zo, ik heb de eerste al gedaan. Lachjes weg. Ga ik nu naar de tweede toe. Nou, de tweede is ook klaar. De eerste en de tweede heb ik het zelf gemaakt. Hetzelfde gemaakt. Omdat ik het leuk vind, maar je kan ze ook verschillend doen. Kijk maar wat je zelf wil. Je mag het helemaal versieren op je eigen manier.
Nou, dan gaan we naar de grootste. Naar de mooie grootste. En daar mag je ook weer een mooi versieren. Hoe je maar wilt. Maar het stift, hè? Als je geen stiften hebt, zeg dan maar tegen mama. Mama, ik heb geen stiften. Kan je ze voor me kopen? En dan koopt mama ze wel zo voor je. Zo. Je mag hem zelf versieren hoe je eigenlijk wilt. Zelf wilt, sorry. Meisjeskleur, mooie roze meisjeskleur. Hou jullie niet een beetje van gek doen? Ik hou een beetje van gek doen. Derde ook al gedaan. Nou, ze hebben al met zijn alle drie zijn we dan ook klaar. Yes. Met alle drie wc-rollen zijn we mooi al klaar. Zo, ik heb een beetje een kraswedstrijd van gemaakt. Oké, dan pak je weer je maatje. Natuurlijk de plakstift of de lijm. Nou, en dan gaan we nou daarop plakken. Je begint met het kleinste. Want dan weet je altijd waar de andere en de andere erbij moeten. Dus de kleine en de grote. Dus op de achterkant dan heb je hier zo'n rondje. En daarop ga je een beetje veel plakstift smeren of lijm. Zo. Ik ga ze op twee dingen doen. Ik doe het hierop. En dan pak ik het hartje. Hier. En dan ga ik hier een rondje tekenen. En daarop smeer ik ook plakstift in het rondje. Zo. Zo. Je hoeft niet per se een heel rondje te maken als je dat wilt. Maar ik doe dat hopelijk wel. Zo. Dan heb ik op alle drie gesmeerd. Lekker een plakstift en een plak ga ik het nu plakken. De eerste twee doe je naast elkaar erop. Zo, moet wel goed plakken. Open. Zo. Plak ik nu de grote. Dus, hè, het is nog niet gedroogd, maar eigenlijk is hij al heel mooi. Zo, kijk. Hij is al heel mooi leuk geworden. Kijk. Ik weet niet of jullie hem kunnen zien, maar oké, kijk. Dit is hem. Pennetjes erin. Tada! Ik hoop dat jullie er iets van hebben geleerd en jullie het heel leuk vonden. Tot een andere keer maar weer. Doe daar!